En John von Nieuwsewand was een rechter die beschikte over een geheugen van een megacomputer. Woorden van advocaat Hugo Essert. Hij deelde enkele herinneringen van de gewezen rechter en hofpresident met ons. Von Nieuwsewand overleed gisteren op 83-jarige leeftijd. Volgens Essert was de rechtsgeleerde een harde werker die veel gepresteerd heeft voor de Surinaamse gemeenschap. Hij was een... Laat me zeggen dat ik eigenlijk zijn familie uiteraard en de hele Surinaamse rechtsgemeenschap condoleer. Omdat we toch een grote rechter, een fantastische rechter, moet ik eigenlijk zeggen, in hem met zijn heengaan verloren hebben. Meester van Nieuwsewand heb ik goed gekend. En ik moet zeggen, hij was niet een echte jurist die van al te ingewikkelde redeneringen hield. Dus niet al te dogmatisch. Maar hij was een keiharde werker. Ik ken geen andere rechter die zo hard gewerkt heeft als meester John van Nieuwsewand. En zet zich verder dat von Nieuwsewand zo competent was dat hij tientallen rechtszaken in kort geding per dag kon behandelen om daarna uitspraak te doen. Hierdoor ontstonden er geen grote achterstanden bij de behandeling van rechtszaken. Verder denk ik dat heel belangrijk is te vermelden dat hij in de tijd toen de restanten van de militaire machthebbers het Hof van Justitie wilde overnemen, een coup wilde plegen binnen het Hof van Justitie, dat toen meester John van Nieuwsewand, die als het goed is toen waarnemend president was, zijn rug recht gehouden heeft en uiteindelijk heeft dus ook het Hof van Justitie hem daarin volledig gesteund. En is dus de coup die gepleegd wilde worden binnen het Hof van Justitie niet gelukt. En ik denk dat dat wellicht zijn grootste bijdrage is aan het behoud van de rechtsstaat in Suriname. Essert zegt dat hij de integriteit en ethische normen van von Nieuwsewand zelf heeft mogen ervaren. De advocaat concludeert dat Suriname in von Nieuwsewand niet alleen een grote rechter, maar ook een bescheiden mens verliest. De oud-rechter heeft jaren gefungeerd als hofpresident. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar keerde hij terug bij de rechterlijke macht. Hij heeft enkele jaren gefunctioneerd als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie en was ook docent op de Anton de Kom Universiteit van Suriname.